Welkom op Zigzag HR Live, onze HR talkshow waarin ik boeiende gasten uitnodig op onze kantoorboot in Gent, de Hub voor HR. 30 mensen kunnen erbij zijn en de rest van de wereld kijkt mee via YouTube. De grootste uitdagingen voor HR in 2023: het juiste talent aantrekken en behouden, zorgen voor continuïteit in een steeds veranderende wereld, de kostenexplosie onder controle houden en zorgen dat de juiste skills aanwezig zijn in onze organisaties, maar ook op het gebied van welzijn op het werk en arbeidswetgeving belooft dit jaar bijzonder pittig te worden. Tijdens deze Zichtzag HR Live ga ik onder andere in gesprek met Olivier Wouters, managing partner bij Klaas Engels, over de belangrijkste wijzigingen in de arbeidswetgeving in 2023. Welkom. Olivier, goedemiddag. Welkom op onze Zichtzag HR Live. Dank wel. HR professionals weten dat ze maar best beslagen zijn in alles wat te maken heeft met arbeidsrecht, sociale wetgeving, als ze alles onder controle willen houden. En ze doen dat ook. Ze zijn ook met alles mee. Maar de laatste half jaar, laten we zeggen, zijn we echt wel overspoeld geweest door een tsunami aan nieuwe regels. Bovenop die coronapandemie, bovenop die energiecrisis, bovenop die inflatie. Enfin, laten we zeggen, we hebben het misschien wel een beetje gehad. We vonden het daarom eigenlijk een goed idee om samen met jou de allerbelangrijkste wijzigingen in de arbeidswetgeving 2023 te overlopen. Op ongeveer een half uurtje, zodanig dat mensen hier in het publiek ook nog de ruimte hebben om een aantal vragen te stellen. Er is mij beloofd dat ik een teken ging krijgen na een half uur, dus ik reken daar dan ook op. Als we het hebben over de belangrijkste wijzigingen op het vlak van arbeidswetgeving, arbeidsdeal denk ik dan natuurlijk meteen, welke maatregelen moeten we daar nu echt wel in het vizier hebben? Welke hebben nu echt de grootste en de belangrijkste impact op HR? Laat ons daarmee starten en misschien met... De vierdaagse werkweek meteen. Ja, ik, ik treed jou volledig bij. Het is een echte tsunami geweest van wetgeving. En in de eerste plaats door de arbeidsdeal, um, die verschillende hoofdstukken bevat. En een van de hoofdstukken gaat over arbeidsduur. En daar is al heel veel inkt over gevloeid. Ook wat mm -hmm. frustratie aan de ene kant bij de werknemers, maar ook bij de werkgevers. Over de toepasbaarheid van die maatregelen. En een van die maatregelen is inderdaad de vierdagenweek. Um, men heeft. Voorgesteld en afgesproken in de wet dat het eigenlijk enkel van toepassing is voor voltijdse werknemers. In mm het -hmm. begin bestond daar wat verwarring over, maar het gaat eigenlijk over voltijdse werknemers die het recht hebben om te vragen om hun uurrooster uh, op vier dagen te presteren. Het is een redelijk formalistische procedure, omdat in de eerste plaats de werkgever uh, het via het arbeidsreglement moet invoeren. Of wanneer de effectieve arbeidsduur meer dan 38 uur bedraagt, moet het zelfs via een cao uh, gebeuren. Um, en dan heeft de werknemer inderdaad het recht om dat te vragen. En de werkgever moet daar ook op antwoorden, uh, schriftelijk binnen een bepaalde termijn. En ja, dat creëert toch allemaal wel wat form formalisme. De werkgever is niet verplicht op, in, op dat verzoek in te gaan. Hij kan dat weigeren, maar dan gaat hij dat moeten motiveren. Waarom, waarom gaat dat niet in onze organisatie? En we zien daar toch wel wat ja, koudwatervrees bij heel wat werkgevers, um, maar eigenlijk ook bij, langs vakbondszijde. Mm -hmm. Omdat um, je ziet dat, dat ja, men zich de vraag stelt: waarom moeten we dit nu doen? Zeker voltijdse werknemers, zeker bij de bedienden, waar het er de laatste maanden al heel wat in beweging is gekomen op vlak van flexibiliteit. Denken we aan telewerk, dat ja. heeft nu heel veel ingang gekregen in heel wat bedrijven. Um, of zelfs vakbonden die zeggen, ja, maar wacht even, um, als ik op vier dagen moet werken en ik moet uh, van mijn, mijn arbeidsduur delen. Ik werk 40 uur, ik moet dan aan tien uur werken. Komt dan nog de commute tijd er bovenop, yeah. de rustpauze enzovoort. Nou, dan ben ik wel heel lang weg van thuis. Dus zo aantrekkelijk is dat niet. En dan heb je ook het systeem van geleidende URO's, dus dat er eigenlijk ook niet mee compatibel is. dus... Ja, Vandaar dat we eigenlijk ook, en je hebt het wellicht ook in de pers gehoord, dat, mm -hmm. dat dat eigenlijk momenteel nog niet helemaal ingang vindt. Het is nog niet zo populair als men had gehoopt, nee, misschien nee. op de regeringstafel. Mm -hmm. ja. En aan de andere kant het is het niet zo populair als de werkgevers hadden gehoopt. Hè, in de zin van dat er minder overlast bij komt kijken dan dat ze gevreesd hadden. Ja, het is, allee, iemand zei me ooit: uh, we, gaan, we gaan een extra kracht moeten aanwerven mm -hmm. om dat allemaal op te volgen. Hè, want het zijn termijnen, men mag het, ja, mag ja, het ja. aanvragen. En bovendien is het ook een tijdelijke maatregel elke keer. Daarmee bedoel ik. Je vraagt het aan en het geldt voor een periode van zes maanden. Mm -hmm. Het is hernieuwbaar, maar je moet het wel elke zes, elke zes maanden opnieuw vragen. Ja, ja. Waarbij dat je dus als werkgever zegt: ja, Ik ga dat dus toelaten. Maar binnen zes maanden is misschien het misschien voor de werknemer terug op vijf dagen. Dus dan moet ik weer mijn organisatie aanpassen. Dus dat, ja, dat creëert toch wel wat, wat, wat vragen. Um, en of dat we daarmee dan de work-life balance verbeteren, want dat was uiteindelijk de insteek. Ja. Daar, ja, dat was de je, doelstelling. Dat was de doelstelling, daarvan, maar of dat, dat ja. dan gerealiseerd is. Ja. in Ben benieuwd straks voor naar de reacties van de mensen op dat, dat het veel ingang heeft gehad in, in, ja. in, deze, in deze zaal. Want ik moet zeggen zelfs we hadden uh, in een van de interviews, ik denk in het januari nummer van zich zag het jaar rond wel being, uh, had even Evangelia Meruti van Job ja. Demand Resources model door haar ontwikkeld, mee ontwikkeld. Zij zei dat is absoluut geen goed idee om mensen zo'n lange werkdagen te laten draaien naar kader van welzijn is absoluut geen nee. goed idee. Dus ik uh, ben zei. inderdaad ook wel benieuwd naar de reacties. We hebben er uiteraard al heel wat gesproken maar zeker is duidelijk luisteren naar het uh, het publiek um, recht op deconnectie maakt daar ook deel van uit van die arbeidsrecht ja. om offline te zijn. Hoe, hoe zit het daar die regel geldt voor bedrijven vanaf 20 ja. werknemers. Dacht ik. Wat zijn daar zo de belangrijkste vaststellingen of, of zaken die je daar wil delen? Ja, dus dat is een heel ander hoofdstuk. Hè. Mm -hmm. in, want die arbeidsziel is heel ruim. Um, maar het, het gaat inderdaad over het recht op de connecties, wat, wat nou, onder impuls van Europa, maar eigenlijk ook bestaat, eigenlijk al goed uitgewerkt in Frankrijk. Uh, maar eigenlijk heeft men gezegd voor België, voor Belgische bedrijven, um, recht op de connectie gaan we invoeren. En u voert dat in, ofwel via het arbeidssegment, of via een CAO. Mm -hmm. um, daar is al een eerste raar iets. Men geeft eigenlijk de, de ruimte aan de werkgever om te kiezen... T, het instrument via een arbeidsreglement of een CAO, maar eigenlijk het standpunt van zo, het ministerie, zegt ja nee, als u een vakbondservaring heeft, dan moet u met een CAO uh, de, de recht op de connectie gaan invoeren. Dat staat niet in de wettekst en dat, nee. ook dat creëert weer wat onrust. Ja. Waarom moeten wij dat met een CAO doen als wij perfect het, het via het arbeidsreglement kunnen doen met, in overleg met de ondernemingsraad? Dus dat is een, dat is een eerste punt. Um, Twee, ja, je kan het invoeren, maar we laten eigenlijk heel veel speelruimte aan, aan, de, aan, de, aan de werkgever en de werknemersafvaardiging om, om een tekst samen te stellen. Um, en, en het zal natuurlijk ook nog geëvalueerd worden, dus voorlopig staan er ook geen sancties op, dus je kan dat wat cynisch bekijken en zeggen, ja, moet ik daar dan iets mee doen? Maar Ik zou toch wel voorzichtig zijn, want... Los daarvan is er nog altijd de algemene welzijnsverplichting die een werkgever heeft um, en zeggen van ja, of, of zelfs als een werkgever zegt ja, de vakbonden willen er geen CO sluiten of ik heb geen akkoord in mijn ondernemingsraad, wat moet ik dan doen, moet ik dan niets doen? Ik zou toch het advies geven van toch dan minstens een eenzijdige policy te voorzien om dat recht op de connectie uit te werken um, en bijvoorbeeld te, te bepalen dat mensen in de eerste plaats, dat ze niet bereikbaar moeten zijn als ze niet aan het werk zijn, dus buiten hun uurroosters dus niet bereikbaar zijn. En dan specifiek ook, dat vraagt wel de wet, dus enerzijds vastleggen wat, wat, wat is het kader van de connectie, maar anderzijds ook erop inzetten op sensibilisering, dus ja. leidinggevende sensibiliseren, maar ook mensen trainen, ja, gewoon worden met, met die tools, ook de tools afzetten hebben wij dan ja. spreken. Um, bijzondere aandacht natuurlijk ook voor telewerkers, want ja... Dat is iets ons heeft geleerd door de coronapandemie, dat is dat mensen dan nog langer aan het werk waren. Maar de wetgever heeft niet specifiek iets voorzien voor telewerk in dit verband. Um, maar in de wetgeving op telewerk staat er wel bepaald dat je een overeenkomst moet sluiten. Dan moet je bepalen wat, wanneer dat men bereikbaar of beschikbaar moet zijn voor de werkgever. Wat je zou kunnen schrijven in die policy of in die SEO of in het arbeidssegment, dat men niet beschikbaar moet zijn op die uren waar het niet bereikbaar moet zijn ja. voor telewerk. Um, ook voor leidinggevenden bijvoorbeeld, is er niets bepaald? Je zou kunnen zeggen, ja, maar die mensen zijn niet onderworpen aan arbeidsduur, dus die moeten altijd beschikbaar zijn. Daarover kan je discussiëren en, en daar raden wij meestal aan om te bepalen, te zeggen, kijk, in functie van de functie of de aard van de functie moet er, moet er toch ook mogelijkheid zijn op die connectie. Dus ja. goede afspraken maken, goede vrienden. Um, maar ik denk, ja, dat is ook weer iets speciaals, hè. dus die wet is er gekomen in, wat was het, november, moest normaal gezien, vanaf 1 januari moest iedereen recht op de connectie voorzien. De FOTOISO heeft dat nu verlengd, die termijn, tot 1 april. Ja. Uh, en dus momenteel krijgen we heel veel vragen van werkgevers, die zeggen, ja, wat moeten we doen, wat moeten we zetten? Hebben jullie een voorbeeldtekst? Mm -hmm. nou, ja, we hebben wat voorbeelden, maar je gaat dat wel moeten kneden naar, naar je eigen nee, nee, populatie. Ja. 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 Oké. Okay. De regering wil met de arbeidsdeel ook werk maken van een activerend ontslagbeleid. Ja. Daar hebben ze twee maatregelen voor uitgewerkt, dacht ik. Hè? Ja. Dus eigenlijk de, de hele filosofie van de arbeidsziel is om mensen zoveel mogelijk aan het werk te krijgen, of zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen, dat moet ik eigenlijk zeggen. Uh, de, dus de activatiegraad op te trekken naar 80%. Mm -hmm. hè, als je De kroo hoort, in elk interview herhaalt hij diezelfde ja. zin. En waar zaten we nu? 71, uh, 72? Ja, nee. ja, er is nog een weg te gaan. Maar hij herhaalt het in elke studio en ik heb de indruk, hoe meer hij blijft herhalen, hoe meer hij meer het, het, het zelf gelooft. <laughs> dus, dat is belangrijk. Ja. Um, en, een van die maatregelen, of en twee maatregelen inderdaad, gaan over ontslag. Het eerste gaat eigenlijk over transitietraject. Wat houdt dat eigenlijk in? Dat is wanneer een werkgever iemand opzegt. Um, dan, het is niet verplicht, het is niet verplicht mm -hmm. nog voor de werkgever, nog voor de werknemer. Maar dan kan iemand, in plaats van de opzichttermijn te presteren bij zijn huidige werkgever, aan de slag gaan bij een andere werkgever. Dat is eigenlijk een uitzondering op het verbod op ter beschikking mm -hmm. stellen. Mijn, ik stel mijn werknemer ter beschikking van een andere uh, werkgever. We noemen die dan de gebruiker. En eigenlijk zegt de wet, je moet een vierpartij sluiten, want er is dus nog een vierde partij. Je hebt de werkgever, de werknemer, de gebruiker, maar ook dan ofwel het uitzendkantoor of VDAB, dat dat ja, wie dat doen. eigenlijk faciliteert. Ja. En de idee die erachter is, is eigenlijk dat men zegt, kijk, tijdens die opzichttermijn kan je al gaan proeven van een andere werkgever en klikt het dan mieux, klikt het niet? Ja, dan, dan, dan weet je het. Uh, maar de, eigenlijk is de idee die erachter zit, is dat men uh, op het einde van dat transitietraject de gebruiker een aanbod moet doen om die persoon in dienst te nemen in een contract, nee, met een contract, ja, een contract van Doe, ja. onbepaalde ja. tijd. Dat is de verplichting. Ja. Komt hij de verplichting in? Ja, dan moet hij een sanctie betalen, een vergoeding betalen, um, die ook voorzien is in, in, in de wet. Mm -hmm. um, dus dat is een eerste maatregel. De tweede maatregel, die, die betreft werknemers die uh, ofwel opgezegd zijn, ofwel waarvan arbeidsvereniging verbroken is met een betaling van een opzegvergoeding, maar daarvoor uh, moet men minstens 30 weken op zich hebben, of 30 weken op zich vergoeding? Yeah. Wat zegt de wet daar? Het gaat dan over de maatregel inzetbaarheidsbevorderende maatregelen. Um, en de idee is eigenlijk dat um, men de op zich termijn of op zich vergoeding gaat opsplitsen in twee delen. Tweederde van de termijn met een minimum van 26 weken wordt gepresteerd, mm -hmm. of wordt gewoon uitbetaald, hè, zoals we het klassiek kennen. En een derde van die maatregelen. In uh, derde wordt ingezet op uh, inzetbaarheidsbevorderende maatregelen. Wat betekent dat? Wel een werknemer gaat tijdens de opzichttermijn bovenop het gewone recht op outplacement, bovenop het gewone sollicitatieverlof, bijkomende maatregelen kunnen genieten, zoals coaching, opleiding, uh, outplacement enzovoort. Mm -hmm. Of wanneer iemand ontslagen is met een opzeggingsvergoeding, kan hij dat dan ja, elders doen, hè? dus niet bij de werkgever zelf. Alleen is de vraag, wie gaat dit betalen? Ja? En dus de wet zegt, ja, men krijgt een pakket voor de waarde, en die waarde is gelijk aan de, het bedrag van de patronale bijdrage, op het loon voor dat niet gepresteerde stuk. Alleen wachten we nog op een KB, en dat is een beetje het probleem met heel veel van die wet, wettelijke bepalingen, dat er nog had, er, ergens een mm -hmm. besluit moet komen, of dit of dat. Hier moeten we nog wachten op een KB dat gaat preciseren wat er, hoe dat dan nu concreet gaat worden ingevuld. Want eigenlijk, wat is de idee? Dat is dat je voor die waarde aan maatregelen kunt genieten. En dat pakket gaat je als werkgever niet moeten betalen. Nee, het is de RSZ die die patronale bijdrage int. En het gaat doorstorten aan de RVA. Als je dan de vraag stelt aan de RVA, Tien, hoe gaat dat precies gebeuren? Dan zeggen ze, ja, dat weten we eigenlijk ook niet. We wachten nog op politieke en afspraken. Dus, wat er... Gebeurt er nu? dus voorlopig is dat een beetje een dode letter totdat er... Er de insteek op zich is wel interessant. En ja. Ik denk dat we zoveel mogelijk mensen moeten aan de slag mm -hmm. krijgen. Hè. Er is niets zo erg als mensen, ja, een ontslag, niemand wordt daar vrolijk van, ook werkgever niet. Um, en het komt erop neer dat mensen zo snel mogelijk terugkeren. Mm -hmm. Maar met dit soort ja, maatregelen die met haken en ogen aan elkaar hangen, dat, 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 is, dat, 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 dat is heel bizar. Mm -hmm. En wat ik vooral bizar vind, is dat je eigenlijk het, het pakket, de waarde van het pakket afhangt van het bedrag van het loon van yeah. iemand. En dan zou je kunnen zeggen, ja, iemand met een laag loon heeft misschien meer nood aan maatregelen dan iemand met een hoog loon. Dat is niet altijd zo, hè, Want als je een hoog loon hebt, kun je mm -hmm. ook niet altijd gemakkelijk herklasseerd worden. Maar ja, eigenlijk een, een rare maatregel. Yeah. Maar goed. Ze hebben er misschien niet zo goed over nagedacht, denk ik dan. Ik zeg altijd dat is het nadeel als je s'nachts nachts vergadert, hè, want ja. je s Denkt uh... je niet meer zo helder? <laughs> niet zo helder, ja. Ja, naar nee. welbeing is het zeker ook niet zo verstandig. Nee, nee dat is ja. nee, bon. ja. um, nu de arbeidsdienst wil het ook makkelijker maken om te veranderen van job, ook meer in te gaan zetten op opleidingen. Wat is daar zo wat essentie die je wil meegeven? Ja. Er was al een kleine uh, aanzet gegeven door de vorige minister van Werk, Chris Peters. Uh, die had al in het kader van de wetwendbaar werk iets ingezet op, op opleidingen. Uh, hier gaat het nog een stap verder. Dus de werkgever moet een opleidingsplan voorzien, op jaarbasis. Hij moet daarover, als hij een ondernemingsraad heeft, in overleg gaan met de ondernemingsraad of met de vakbondsafvaardiging. En de idee is eigenlijk dat het opleidingsplan klaar moet zijn tegen 31 maart. Mm -hmm. Heb je geen ondernemingsraad, geen vakbondsafvaardiging, dan moet je het voorleggen aan uw, ja, uw eigen medewerkers. Er is een tijdlijn die moet gevolgd worden. Hè. Dus als ik zei het plan moet klaar zijn tegen 31 maart, dat betekent retroactief dat je, als je een retroplanning maakt, dat de ondernemingsraad tegen 15 maart moet klaar zijn met het advies. En als werkgever moet je 15 dagen voor die vergadering van de ondernemingsraad moet je het plan voorleggen. Um, dat opleidingsplan moet een aantal zaken bevatten. Formele opleidingen, informele opleidingen. Maar we moet vooral ook oog hebben voor wat we noemen doelgroep, doelgroepen. Aandacht voor 50-plussers, aandacht voor mensen met migratieachtergrond, knelpuntberoepen. Mm -hmm. En daarnaast heb je het... Um, dus het tweede luik op vlak van opleiding. Dat is het individueel opleidingsrecht van elke werknemer. Waarbij men gezegd heeft van kijk, voor 2023 heeft men recht op vier dagen per jaar. Voor 2024 heeft men recht op vijf dagen. Mm -hmm. en, dat, en dan is het vijf dagen per jaar, het mag altijd meer zijn. Um, en het idee die erachter is, is dat men eigenlijk inderdaad uh, dat minimum heeft. Hè, dat, kan, dat wordt uiteraard geprorateerd voor deeltijdse werknemers of voor werknemers die in de loop van het jaar in dienst treden. Maar de regel is vier dagen en vanaf 2024 vijf dagen. Dat, 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 dat individueel opleidingsrecht wordt verder geconcretiseerd, zegt de wet, via een sectorale CAO. Daar moeten we dus nog in bepaalde sectoren op wachten. Mm -hmm. En die sector CAO gaat dan bepalen. Ja, aan welke voorwaarden we moeten voldoen. Ik vind het op zich niet slecht dat de sector daar naar kijkt, omdat natuurlijk opleidingen ja, moeten beroepsgebonden moeten zijn. Dus het is logisch dat men kijkt naar van wat zijn de skills die werknemers nodig hebben om in die sector aan de slag te gaan. Of als er geen sectorale CO is, dan moet je een individuele opleidingsrekening bezorgen aan de werknemer. Dus moet je gedetailleerd met een fiche, zal ik maar zeggen, naam, voornaam, maar ook vooral welke opleidingen zijn er zijn, wat is het saldo en, en dat soort zaken. Belangrijk in deze maatregel is dat dat. Uh, die vier of die vijf dagen, dat die um, ja, overdraagbaar zijn naar het volgende jaar. Hè? Dat is anders ja. dan met vakantiedagen. Hè? Die ben je kwijt als je ze niet opneemt. Die moet je mee meenemen naar het volgende jaar. Zijt dat het op het einde van een periode van vijf jaar, als je zoveel hebt gecumuleerd, dan gaat men toch de teller op nul trekken. Ja, dus het is zeer maar dus soort... je kunt vijf jaar wachten, Enzo. opsparen en dan... Inderdaad. Ja. Mm -hmm. En dus stel dat je dan in dat jaar opgezegd wordt, je ja. moet een opzeggingstermijn presteren, dan kan je ook die dagen tijdens de opzegtermijn opnemen. Mm -hmm. Wat er nog niet duidelijk is, en dat is weer zo'n halve maatregel, is wat als iemand ontslagen wordt met een opzegvergoeding, ja. en de wet zegt dan, ja, dan, is het, dan is dat saldo een soort voordeel Verworven kracht is de arbeidsovereenkomst. En dan heb je mensen die zeggen: ah, dan moet je dat uitbetalen, ja. hè, zoals vakantie, dan moet je die uitbetalen. Anderen zeggen: nee, nee, dan krijg je een opleidingsbudget mee dat je dan kan meenemen. Maar we wachten dus nog op een KB ja. dat dat moet verduidelijken. Maar dus de insteek is: opleiding, opleiding, opleiding. Mm -hmm. En misschien meegeven dat die opleiding gebeurt tijdens de werkuren. Dus mm -hmm. te zeggen: ze worden, de mensen worden betaald, hè, dus kosteloze opleiding volgen. Of, het kan ook buiten de werkuren, maar dan zijn die lesuren, enfin, dan is dat beschouwd als bezorgde arbeidstijd. Oké. Okay. Dus geen overuren, hè? het is niet nee, omdat je op zondag ja. werkt ja. dat je dan... Maar de, of lesvolgt, dat niet, maar dus de bedoeling is wel degelijk dat het betaald wordt. Ja. Oké. Okay. Wat mij dan opviel, is mm -hmm. hebben we dat je zei, van, het is goed dat inderdaad de, dat de sectoraal bepaald wordt, langs een de kant denk ik, dat is dan misschien ook beperkend, want als je ja. naar een andere sector wilt volledig gelijk. Ja. 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 Zit er toch wel? Absoluut. Dus het zal, ja, het zal een mix moeten maken, denk ik, idealitair. Ja. Nu, bepaalde skills kun je in alle sectoren gebruiken, maar als het heel technisch, specifiek ja. sector gebonden wordt. Um, maar ik kan me inbeelden dat we in de voedingssector of in een bepaalde sector waar er technische profielen zijn, mm -hmm. dat men zegt: van, we willen inzetten op de, ja, vooral inzetten op. De HR-wereld heeft het vol over uh, upskilling, reskilling. Mm -hmm. Ik denk dat we dat gaan moeten doen als we de, de War for Talent willen winnen. Dat we ook inzetten op, op mensen wendbaar maken. Om te zeggen: Kijk, uw functie bestaat misschien niet meer, maar we gaan u mee opleiden. Want het kost ons meer om een nieuwe kracht te vinden dan ja. jou om te scholen naar een andere... Ja, oké, uh, uh, oké. Okay, okay. um, Reïntegratie 2.0. Dat is een heel andere maatregel, ja. Ja. <laughs> ja. Ik ben een zichtzanger. Ja, ja, absoluut. Ja. Ja. <laughs> maar ik denk, heb ik het belangrijkste gecoverd als het gaat over de arbeidsdeal? Ja, dan, denk ik denk dat het belangrijkste Dat zijn de belangrijkste maatregelen de belangrijkste, voor, voor HR en dagelijks. En het is toch een aantal absoluut, zaken. Ja. En toch ook, die deadlines heb ik dan ja. toch ook onthouden. Dat begint ook wel al een beetje te spannen, Eind maart. Ik heb op kantoor een tabel met alle deadlines en ja. termijnen, omdat op een duur weet je niet meer wat. Elke dus wanneer... dag gaat er ergens een ja. alarm bellen van ja. oei, bijna te laat? Oké. Okay. Maar dus dan naar reïntegratie. Ja. Sinds 1 oktober 2022 bestaat er die aangepaste regeling. Ja. Maar toch op reïntegratie van arbeidsongeschikte werknemers. Ook om de terugkeer naar werk aan te moedigen, maar dan effectief na het uh, afwezig zijn ja. door ziekte. Um, met de bedoeling om mensen sneller aangepast werk of ander werk binnen dezelfde onderneming te kunnen laten doen. Wat is daar het belangrijkste dat we moeten uh, meenemen? Ja, eigenlijk is daar de belangrijkste insteek dat. Uh, het vooral gedreven is door die bezorgdheid van de regering of de wil van de regering om mensen aan de slag te krijgen. Er zijn te veel langdurige uh, zieken in, in bedrijven en men wil dus zoveel mogelijk de activatiegraad optrekken. Uh, dat is één. Twee, wat men ook heeft gedaan, is dat men twee maatregelen uit elkaar heeft gehaald. Men heeft gezegd, we gaan enerzijds inzetten, en dat is die reintegratie 2.0, mm -hmm. inzetten op reintegreren van mensen die langdurig afwezig zijn. Dus daar is de filosofie, zoveel mogelijk mensen terug aan het werk. Het zij in dezelfde job, het zij in een andere job, maar zoveel mogelijk terug aan het werk. En men heeft het stuk van de medische overmacht, dus de manier als iemand langdurig afwezig is, definitief niet meer mogelijk is om te werken. Kan de arbeidsovereenkomst beëindigd worden? En dan beschouwt men dat als een vorm van overmacht. Men heeft dat eruit gehaald. Mm -hmm. Men zegt van, we zetten eerst in op reïntegratie. Daarnaast, als iemand effectief definitief ongeschikt is, dan is er het systeem van medische ja. overmacht. Wat belangrijk is, is dat in dat eerste deel, dus de reintegratie, dat het vooral, uh, ja, zoals ik zei, gericht is op reintegratie en dat men het aantal beslissingen die de preventieadviseur arbeidsarts kon nemen, dat men dat heeft beperkt tot drie beslissingen. Men heeft gezegd, ofwel is iemand tijdelijk ongeschikt, maar kan wel nog ander werk uh, uit, uitvoeren mm -hmm. bij de werkgever. Ofwel is men definitief ongeschikt, maar is er nog wel ander werk mogelijk. Ofwel is, er, is het nog te vroeg om een beslissing te nemen. Hè. Denk aan iemand die nog een langdurige behandeling nodig heeft, typisch voorbeeld mensen met, met die aan kanker lijden enzovoort, waar het te vroeg is om vast te stellen dat men al kan terugkeren. En dus belangrijk daarbij is wanneer een preventieadviseur zegt van kijk, tijdelijk ongeschikt of definitief ongeschikt, dan zal de werkgever, ja in functie van, die, van dat standpunt van uh, de preventieadviseur-arbeidsarts, moeten gaan onderzoeken. En dat is nu veel duidelijker, of althans veel ja, dwingender, zal ik maar zeggen. Dat de werkgever gaat werkelijk moeten gaan onderzoeken um, of er alternatieven zijn, mm -hmm. of er aangepast werk kan zijn. Hij gaat dat in overleg moeten gaan met, met verschillende mensen in, in het bedrijf. Um, Bovendien, als het gaat over iemand die, die een handicap heeft, zal men ook veel meer moeten inzetten, omdat men het recht heeft op aangepast, op aangepast uh, ja, werk, zal ik maar zeggen. Um, en wanneer dat je dat niet doet, ja, dan zit je daar wel met een, met, een, met een issue. Dus op het einde van dat onderzoek gaat de werkgever zeggen: fel, Kan je een aangepast werk uitvoeren? Het is dan aan de werknemer te bepalen ga ik erop in of niet. Mm -hmm. Of. Werkgever zegt, ik heb alles onderzocht, onze organisatie laat het echt niet toe. Wat niet zo evident is, als je zegt, een groot bedrijf, ga je altijd wel iets vinden, ja, maar in maar een, een kleine structuur is het niet, niet ja. zo evident. Ja, dan komt het tot een gemotiveerd, ontst, uh, gemotiveerde beslissing om te zeggen, we gaan hier niet mee verder. Mm -hmm. um, en dan stopt ook het reïntegratietraject. Uh, uh, dus ofwel komt men terug, ofwel blijft men inderdaad nog afwezig. Het andere luik, de medische overmacht, dat is werkelijk gericht op de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Um, wanneer inderdaad, en daar heeft men de termijnen ook aangepast, hè, hier is het, uh, wanneer de werkgever vaststelt dat iemand negen maanden ononderbroken uh, ziek is, dan kan de werkgever dat initiëren. Um, maar men heeft dat wat meer geformaliseerd door in de eerste plaats hè, Moet je een brief sturen naar de werknemer Van kijk, je hebt de intentie om dat traject uh, op te starten van medische overmacht Je hebt het recht om je te laten bijstaan door een lid van de vakbondservaring. En bovendien heb je ook, uh, weet je dat je het recht hebt om uh, aangepast werk te laten onderzoeken Of dat, of dat er aangepast werk kan zijn in de organisatie En dus daar ook een actieve rol voor de preventieadviseur arbeidsarts Als die zegt Definitief ongeschikt, dan is eigenlijk hetzelfde scenario als daarnet. Hè. Dan moet men onderzoeken of er aangepast werk kan zijn of niet. Moet dat gemotiveerd worden? En dan kan men inderdaad overgaan tot het tot, uh, tot beëindigen van de arbeidsovereenkomst wegens medische overdracht. Dus, Zeer formalistisch. Ik hou daar ook altijd een schema bij met alle termijnen, want er zijn verschillende termijnen die in, in het oog moeten gehouden worden. Um, maar daar kan zeker ook de preventieadviseur uh, zeker bij helpen. Ook in-house uiteraard. Um, moet daarop op inzetten. Ja. ja, maar je komt uit, je hebt al bij ongeveer alles gezegd, een schema. Ja. Ik denk dat dat zeer belangrijk is om effectief op je kalender al die zaken te gaan bijhouden, om te, ja. te zorgen dat je... Ja. Als je in zo'n strijd stapt, is het echt ja. wel belangrijk. Want anders ja, ben je een voorbeeld ja. de kat. Ja, ja absoluut. dat er nog heel wat um, zaken zijn die, die we zouden kunnen bespreken, uh, ik probeer het zo wat binnen ongeveer een half uur te houden. Tuurlijk, om duidelijk ja. het publiek ook de, de gelegenheid te geven om een aantal vragen te stellen. Maar ik wil het misschien toch ook nog zeker eventjes hebben over de sociale verkiezingen. Ja. Want 2023 is voor veel bedrijven. Het jaar in de aanloop naar sociale verkiezingen die eraan komen in 2024, vakbondsvertegenwoordigers lopen warm, beetje nervositeit hier en daar, wat ja. profileringsdrang, kleine issues die plots een, een punt, een knelpunt worden. Wat voor tips kan je daar nu geven? Hoe spring je daar als HR nu op een... Evenwichtige, diplomatische, effectieve manier het best mee om. Zo'n aantal aandachtspunten, misschien. Ja, en dat ze warm lopen, dat merken we aan de vragen die we nu van je cliënten, van cliënten ja. krijgen. Bijvoorbeeld, het, 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 we geraken niet tot een akkoord rond het recht op de connectie. En dan zeg je. Ja, dan zeg ik aan de werkgever, krap is een beetje meer om te weten, van is dat het probleem of gaat het over iets veel breder? Ja. En dan blijkt dat het vaak profileringsrang is tussen de ene vakbond en, ja. en de andere. Um, maar ik denk dat die sociale verkiezingen door werkgevers in de eerste plaats veel meer strategisch moeten bekeken worden dan louter van, ah ja, nog, nog extra administratieve mm -hmm. last. Hè. Het, het is meer dan... Uh, documenten aanplakken en, en, en stembiljetten, vrouwen uh, mm -hmm. zal ik maar zeggen. Uh, zeker als je wil inzetten op een, een constructief sociaal overleg, dan is zo'n voorbereiding echt wel cruciaal. Um, en dat is waar wij momenteel op inzetten bij, bij heel wat werkgevers. Dat is de vraag naar de typische Kernbegrippen, zoals de technische bedrijfsinheid heb, mm -hmm. ik, heb ik alles op één locatie, dan is het eenvoudig, maar heb ik verschillende locaties? Ja, is het dan één TBE of zijn het er verschillende? Heb ik één ondernemingsraad? Ga ik voor één comité of gaan de vakbonden toch misschien zeggen, ik wil meerdere comité's? Dus dat is een mm -hmm. eerste strategische vraag. Dus als je zegt van frustraties kanaliseren, denk ik dat je je eigenlijk moet de vraag stellen, hoe wil ik zelf het sociale overleg in ja. 24 georganiseerd zien? tweede begrip, uh, hè, want stel dat in het bedrijf TBE duidelijk is, helder, is een tweede element, ook voor de kwaliteit van sociaal overleg, de vraag naar het begrip leidinggevend personeel. Uh, hè, dat zijn uiteindelijk de mensen die de werkgever gaan vertegenwoordigen in de ondernemingszaad, in het CPBW. Ja. Ja, die mensen moeten, ja, beantwoorden aan de wettelijke definitie, maar ja, we moeten dus ook mensen zijn die inderdaad de werkgever kunnen vertegenwoordigen, kunnen ja. verbinden. Daar even bij stilstaan, bij die definitie, niet gewoon van tick the box, maar werkelijk daarover nadenken van wie willen we daar zetten? Waarom willen we die daar zetten? Um, en ja, het is, het is een, een juridische discussie, want de wet is heel strikt qua voorwaarden, maar het is ook een strategische discussie. Mm. Um, en ik denk bij, bij heel veel zaken, ook in het kader van sociale verkiezingen, kunnen er ook akkoorden gesloten worden met de, met de bonden. Um, Daarbij het algemeen advies, Leslie, bij elk akkoord dat je sluit, altijd nadenken: wat in het voor mij, wat zin het voor them en waar is er een trade-off, maar gewoon iets weggeven. Een vakbond vindt dat altijd verdacht. Van, yeah. Dat was hier te gemakkelijk, die onderhandeling. Yeah. Okay. Um, dus, dus misschien ook nadenken, hè, als je zegt van ja, daar, daar gaan ze een discussiepunt van maken. Ik, ja, nadenken van. Als we toch een akkoord nodig hebben over elektronische stemming of stemming per brief, ja, misschien kunnen we dan iets weggeven waar dat zij ook lang op zitten te wachten. Ja. Dus ja, de, de eisenbundel mag ook eens langs de werkgeverskant opgesteld worden. En dan de vraag stellen: wat zijn nu, als we nu een, een wit blad nemen we kijken terug op vorig jaar, wat, waar. Waar kwamen we niet tot een akkoord en wat kunnen we misschien wel gebruiken als pasmunt? Dus dat is Goed, eigenlijk man. ook strategieën en daarover ja. nadenken. Dus ja. Er, er veel meer strategisch mee aan de slag gaan, hoor ik heel duidelijk. Dat is een oproep die, Het is niet de eerste keer dat ik jou die oproep inderdaad hoor zeggen. Um ik hoop dat, dat men daar effectief ook rekening mee houdt. We gaan er binnenkort ook nog een roundtable rond ja. organiseren om ja, HR daar een stukje te gaan ondersteunen, hoe dat ze daarmee aan de slag kunnen gaan. En zeker ook goed ja, na te denken van hoe, hoe gaan we ons daar ook mooi op voorbereiden. Ja. Hè? Want langs de andere kant van de tafel, als ik het zo mag zeggen, is men altijd heel goed voorbereid, heeft men heel veel dossierkennis. Dat is niet altijd het geval langs. Ja. deze kant. Hè. dus ja, uh, ja niks mij een hele, heel belangrijke, zonder dat we te veel in kanten mogen spreken, denk ik dan, als ik mijzelf rond de tafel zeggen. De We wel. zullen een ronde tafel nemen, dat is al beter. Ik zou het graag hierbij uh, willen houden. Olivier, ik wil je heel erg hartelijk bedanken voor uh, dit gesprek. En we gaan nog de gelegenheid geven aan de mensen om een, een aantal vragen ja. te stellen. Heel graag. Dank je. Dit was de eerste talk van onze Zigzag HR Live Outlook 2023. Met een dankjewel aan Olivier Wouters en Kleis en Engels. Bekijk zeker ook de andere talks van deze Zigzag HR Live en misschien wil je zelf wel eens een van onze talkshows bijwonen. Houd dan zeker onze website, onze nieuwsbrief en onze socials in de gaten. En weet dat het leven voor de rappen is, want deze editie was op minder dan een uur uitverkocht. Allerbelangrijkste, u weet jullie natuurlijk al heel erg lange, it's a great time to be in HR. Tot de volgende.